Chris Jansen van de PVV, u heeft vragen gesteld aan de commissaris van de Koning, hoe hij zijn rol ziet als het gaat om de gebeurtenissen in Dronten. U heeft daar antwoord op gehad. Wat vindt u van die antwoorden? Ja, de antwoorden die verbaasden ons eigenlijk, want de provincie ziet eigenlijk geen rol weggelegd voor haar in het conflict in Dronten. Dat verbaast ons enorm, omdat namelijk de commissaris wel op een gegeven moment een rol heeft opgepakt op Urk, enige tijd geleden. Toen hij vond, of toen hij twijfelde of daar de zaken wel goed gingen als het ging om grote dossiers. Dat klopt inderdaad. En daarnaast is het zo dat de commissaris is ook rijksheer. En in die hoedanigheid kan hij namelijk toezicht houden op het reilen en zeilen binnen de gemeente in zijn provincie. Dus hij kan wel degelijk hier een rol vervullen. Ja, en onze vraag is, waarom doet hij dat niet? Dus wij zullen daar vervolgvragen over stellen. U vindt dus dat hier wel degelijk een taak is weggelegd voor de commissaris van de Koning Leen Verbeek. Of eigenlijk niet zozeer in zijn rol als commissaris van de Koning, maar meer in zijn rol als rijksheer. Want in die hoedanigheid heeft hij toezicht te houden op het reilen en zeilen in gemeentes. Ja, klopt, exact. Dat is de reden. Ja. En als de commissaris nu als rijksheer opnieuw antwoordt, ik zie geen rol voor mezelf weggelegd in dit verhaal, wat gaat u dan doen? Dan zullen wij hem gaan bevragen waarom hij onderscheid maakt tussen Urk en Dronten, want daar moet daar een reden achter zitten. Ja, want in dat geval vindt u het vreemd dus dat hij in Urk wel ingrijpt of in ieder geval gesprekken is aangegaan en in Dronten dat niet doet. Klopt, je doet het ofwel of je doet het niet. Hij heeft het in één geval wel gedaan, dan moet hij uiteindelijk ook in het tweede geval het ook gaan doen.